De 538-ochtendshow, Run, die gaat plaatsvinden op 16 maart. Olympisch Stadion Amsterdam. De aanleiding van deze run... eigenlijk zouden we zo'n run helemaal niet moeten organiseren. Nee. Maar ja, het is helaas nodig. Het Prinses Maxima Centrum kan het geld goed gebruiken. De aandacht kunnen ze goed gebruiken. En het heeft ook allemaal te maken met het verhaal dat Jeroen ons vertelde. Zijn zoon is namelijk op 4-jarige leeftijd overleden. Ja. 1000 dagen ziek geweest. En 1000 dagen behandeld in het Maxima Centrum in Utrecht. Wat Jeroen ook zegt, deze plek had eigenlijk nooit moeten bestaan. Maar het is een wonder dat het bestaat. En zo fijn. En je had eigenlijk nooit moeten komen. Maar als je er dan bent, denk je, nou, hier wil je wat voor doen. Mm. En krijgen toch 600 kinderen per jaar krijgen kanker hier in Nederland. En daarvan overlijdt een kwart. Zo. Dus ja, is bijna om de dag. En daar wordt zo hard geknokt door iedere dag, door al die toppers in het Maxima, om dat naar 100% te krijgen. Dat gewoon alle kinderen daar genezen. En ook met de kwaliteit van leven. Mm. Weet je, op de lange termijn. Wat wij hier nu gaan doen, of jullie, wat 538 hier gaat doen, ja, is gewoon echt levens redden. Ja. Dat is heel heftig. En al zou het er eentje zijn, of al zou het, zoals Jeroen zegt, ja, Jeroen kreeg op een dag een belletje van, we zijn uitbehandeld. Ja. Ja, we kunnen niks meer doen voor Casper. En ik word er altijd eenmaal van als ik Jeroen denk. Maar als we nou één iemand kunnen bezorgen dat er gebeld wordt van, maar we hebben misschien nog een oplossing. Nou, en daar zijn we vandaag voor bezig. We hebben op een gegeven moment gedacht, we gaan voor die miljoen. Laten we die stip aan de horizon zetten. En nu zit hij bijna op 7 ton. En toen heb ik net even zitten rekenen in de auto. Ja. Hoeveel is 538 keer 538? Dat weet ik niet, maar zeg je. En dan kijk ik Rick aan. Ja, jongens, dat is 290.000 euro. Het zou wat zijn als we met z'n allen die tickets verkopen. En gewoon die 290, dan zitten we er nagenoeg. Dan pakt Talpa het laatste stukje, dat weet ik zeker. Ja. Of wij pakken met z'n 4 of 5. Maar, die miljoen moeten we halen. Dus het zou geweldig zijn als mensen die 538 kunnen vullen. Of door een werkgever. Of door die ooms en tantes die allemaal 20 euro geven aan het neefje die dan meerent. Het wordt gewoon echt een geweldige middag. En geweldige mensen gaan jullie optrommelen allemaal. Ja, zeker. We hebben al een lijstje met bekende Nederlanders die wij gaan bellen om aan te haken. Het wordt echt een bijzondere ochtend. Het wordt ook mooi weer, zag ik. Ja. Jij kan het ook zo lekker verkopen. Ja. 16 maart. Ja, maar het wordt echt een geweldige dag, jongens. Het Olympisch Stadion, ik hoorde je het gisteren ook zeggen. Het is gewoon het mooiste stadion. Iconisch, man. Het meest iconische stadion van Nederland. En als je daar alleen om mag lopen, het is veel geld, maar het is niet duur voor wat je krijgt. Nee, dat weet ik zeker. 538 euro, dat kost een kaartje om mee te mogen lopen. Dat kun je door sponsorgeld, hè? Absoluut. Je legt het nu in, maar je kan gewoon bij familie, vrienden, collega's, de sportvereniging, nou ja, waar je het ook vandaan wil halen, kun je jezelf laten sponsoren. Dus op die manier kun je dat dan ook voor een deel weer terugverdienen. Maar voor ons is het gewoon belangrijk dat wij zeker weten dat we aan het eind van de dag dat we die 290.000 euro hebben opgehaald. We hebben een korte tijd, dus we moeten een grote slag slaan. Dat is het. De reden geweest. Bestel die kaarten, 538.nl, daar vind je de link, daar kun je je aanmelden. En wie weet zien we je de 16e van maart in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ik zag ook bij het inschrijven, je moet je aangeven, ben je beginnend? Gemiddeld of gevorderd? Oh, en dat is best wel een gewetensvraag. Ja, zeker. Maar dat is wel om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Ja, ja. Wat heb jij ingevuld, Bas? Beginnen. Slim. Ik wilde eerst puntje doen, maar daar kom ik niet mee weg. Maar ja, ik vind het ook bloedvallend. Dus ik loop met Niels. Hij is in ieder geval uit de wind, als je achter mij... 538.nl, daar kun je je kaart op stellen.